Jezelf liefhebben betekent duidelijk jouw zelfdestructieve zelfvernietiging een halt toeroepen. Jij verdient een innerlijk succesgevoel en de kracht om dit uit te stralen. Word je dus eerst bewust van de excuses die jij opwerpt. Ga er wat dieper op in door jezelf de vraag te stellen, is het absoluut reëel waar wat ik denk? Grote kans dat de weerstand die jij voelt te maken heeft met een mindset. Gevormd door jouw verleden of zelfs de vorige levens. Allemaal hebben we littekens die angsten veroorzaken. Maar wanneer je begrijpt dat controle onmogelijk is en succes zonder falen niet bestaat. kan je die hoge, perfecte lat nu eens loslaten. En eindelijk ontspannen in lichaam en geest. Want je houding, je overtuigingen en je emoties hebben daadwerkelijk een effect op het lichaam. Het blijkt zo te zijn dat wanneer jij fysiek jouw rechterarm herhaaldelijk optilt, dit nieuwe verbindingen aanlegt in jouw motorische cortex in de hersenen. Maar als je er enkel aan denkt dat je deze herhaling doet. Dan gebeurt hetzelfde. Dus hoe gaaf is dat? He, wanneer wij nieuwe dingen leren en gedachten positief veranderen, dan worden er nieuwe verbindingen in de hersenen aangelegd. Zorg er dus voor dat jij weer de regie herpakt zonder je te laten afleiden door negatieve, achterdochtige of egoïstische gedachten. Zoals daar heb ik geen tijd voor hoor. Of zo ben ik nu eenmaal. Of ik kan er toch niks aan doen. Want wanneer je bezig gaat met die negativiteit loslaten, dan produceer je emotiemoleculen. Die volgens nieuwe onderzoeken niet enkel via je hypothalamus en hypofyse in je bloedbaan terechtkomen, maar ook via jouw ruggengraat. En wanneer die in je bloedbaan komen, dan kunnen ze zich verspreiden als een moeilijk te omschrijven sensatie die jouw inspiratie en gelukzaligheid brengt. Maar wees alert, want een tekort aan zelfliefde kan het juist klachten veroorzaken in het lichaam. En andersom beïnvloedt een fysieke verandering jouw mentale staat. Het lichaam en de geest staan in ieder geval niet los van elkaar. In podcast 30 nam ik je al mee dat het accepteren van jouw imperfecties en aan je eigen waarde werken belangrijk is om je overlevingsmodus steeds meer los te laten. Die hoge eisen van ik moet sterk zijn of ik behoor dun te zijn, ik moet perfect zijn of ik moet presteren, want dan geeft allemaal stress. En daardoor ervaar je zelfs angst wanneer je iets nieuws aangaat. Want die lat is telkens zo hoog. Weet dat angst een gebrek aan zelfvertrouwen is, maar enkel jij en niet een ander. Bepaalt wat jouw eigen waarde is. Dus ga jij de situatie benaderen vanuit hulpeloosheid of vanuit een krachtige positie. Ja, verandering en groei kan oncomfortabel voelen. Je voelt je onder druk gezet of gevangen in controle of vastzitten in die mentale kooi die je zelf bedacht hebt. Weet dan dat tijden van stress juist momenten van groei zijn. En jij kan ervoor kiezen je net als een slang te ontdoen van jouw oude zelf, van je oude vel, of net als een kreeft, je kan je ontdoen van jouw panzer. Want het panzer van een kreeft die groeit niet, het is rigide. En deze zet niet uit, terwijl de kreeft wel degelijk groeit en zich ontwikkelt, net als jij. Ja, daar komen we niet onderuit. Dus zo af en toe is het nodig om een stil plekje op te zoeken. En je oude panzer af te gooien en een nieuwe ik te produceren. Net als de kreeft. Dus grijp dus niet direct naar falium, naar pijnstillers of antidepressiva. Heb vertrouwen dat het leven voor jou zorgt. Focus je dus op rust, vriendelijkheid en medelevende gedachten. Want deze hebben een helend effect door die neuropeptide oxytocine. En oxytocine staat ook wel bekend als het knuffelhormoon. Als een moeder haar pasgeboren baby knuffelt, dat stimuleert dus letterlijk voeding. Oftewel borstvoeding. Ook als je verliefd bent en je voelt je verbonden, dan stroomt die oxytocine door je bloedbaan. En je herkent het dan vast wel dat je jezelf verzekerder voelt en andere mensen veel meer een warm hart toedraagt. Zo ook blijkt deze neuropeptide de amygdala, ons centrum waar angst en bezorgdheid wordt geconstateerd, te kalmeren. Dus de oxytocine heeft dus invloed op ons dat het vanuit de bloedbaan onze hersenen bereikt. En daar vormgeeft aan gedrag. En niet enkel in een relatie of een huwelijk is het belangrijk om naar elkaar te luisteren. En compassie te hebben voor wat een ander zegt. Maar ook in de relatie met jezelf is zorgzaamheid en liefzijn van belang. Want je begrijpt nu dat liefde en vriendelijkheid belangrijk zijn om, om levensomstandigheden niet als bedreigend te ervaren. Het is je wel duidelijk dat ik erin geloof. Dat directe gevoelens en gedachten een uitwerking hebben op jouw lichaam. Want ik ga ervan uit dat jij kan beamen dat als iets jouw angst aanjaagt, je lichaam ineenkrimpt. Of dat als je je ergert of onder druk gezet voelt, je dit lichamelijk bemerkt. Nou, je snapt nu, het hoort erbij. Maar laat je stresspanser of oude zelf wel los. Mijn tip hiervoor is altijd te kijken naar een Innerlijke oorzaak die er schuil gaat achter jouw lichamelijke klacht. Want oh. niemand lijdt toevallig aan een bepaalde ziekte of aandoening. In vele gezegdes hoor je wat het lichaam jou wil vertellen. Zoals: Mijn hart is gebroken of er ligt iets zwaar op mijn maag. Focus jij je te veel op nare omstandigheden, op wrok of een negatieve denkwijze. Dan zal het universum dit bewijzen aan je. Want waar jij aandacht aan schenkt, lijkt in jouw gezichtsveld realiteit te zijn. Als jij het gevoel hebt altijd pech te hebben, dan kan je door de gebeurtenissen in jouw werkelijkheid deze gedachte continu bevestigen. En deze vicieuze cirkel is weer compleet. En zie je wel, ik heb altijd pech. Je geloof is dus heel erg belangrijk. Een affirmatie opzeggen. Zonder emotie werkt dus ook niet. Je moet geloven, voelen en het zien en weten dat wat jij wilt vanuit je hart komt. En de create richtlijnen helpen jou stap voor stap jouw werkelijkheid te transformeren. Het gaat dan ook om jouw identiteit en hoe jij kijkt naar jezelf en je omgeving. Het belang van je eigen waarde die ik in podcast 30 heb besproken, weet je nog? Vind jij jezelf het waard om meer geld te verdienen? Om fijne sociale contacten te hebben? Te genieten of te ontspannen? Als jij je onbewust jezelf naar beneden haalt door beperkende overtuigingen waar je niet bewust van bent, dan gaat het je niet lukken. Als jij weet wat je waard bent en wat jij wil, dan ga je resetten. De conclusie is dat het beoefenen van zelfcompassie jouw geestelijke en emotionele gezondheid bevordert. Verandering begint in je eigen hart en geest. Maar hoe pas je nu zelfcompassie toe? Daar heb ik zeven tips voor. Tip 1. Volg je hart. Wat geeft jouw energie? Wie of wat inspireert jou? Tip 2. Wat vind jij leuk om te doen of te krijgen? Verwen jezelf met een heerlijk bad. Een picnic in de natuur. Of koop een lekker geurtje. Tip 3. Pas op met het onderdrukken van jouw gevoelens. Toon je kwetsbare kant. Huil wanneer nodig. Spreek je uit en krop het dus niet op. Tip 4. Massage en aanraking is super goed en ontspannen voor lichaam en geest. En 5. Knuffelen en affectie verlagen je bloeddruk en je hartslag. En 6. Doe dat knuffelen niet enkel met je partner, maar ook met je huisdieren, want aaien is heel stressverlagend. En 7. Er voor een ander zijn en iets delen verhoogt een gevoel van verbondenheid. Geloof dat je succesvol voelen en rijkdom voor jou zijn weggelegd. Jij bent goed genoeg. Jij bent het waard. Dus blijf niet hangen bij dromen. Maar ga doen. En wellicht is dit niet makkelijk als je niet lekker in je vel zit. Daarvoor help ik je graag. Schaf mijn online cursus van dromen naar doen aan. Nu voor 197 euro. Heel veel liefde, geluk en wijsheid.